Messi. Laat ze goed vrij. En wel even in de fuik. Hij heeft daar eventjes hapering in zijn actie, maar nog alert genoeg om dan terug te komen. En... Lionel Messi met de kauwgom in de mond. Oeh, Max Sneijder. Dat is ook natuurlijk niet de topklasse. Dat levert al op in de eerste minuten. Dat kon u zien. Gianni Di Lorenzo. Voor De Paul. Die begint zich over. Dat is een mooi balletje van Messi. Moest zich reppen. Toch dan toch weer een beetje. Dat pootje van Di Maria. Lionel met de... Messi rond de as. De bal. Overal bij betrokken is die openingsfout. Echt goed. Het was meteen duidelijk. Lionel Messi. De zwerf. Kijk eens waar Messi staat. Ah, Messi heeft een handje opsteken. Ik wil hem wel hebben. Dan die kwieke meet. Ook al kan er een voorzet worden getrapt. Nee, die bal gaat gewoon naar. Ja, dat was knap. Wat die Maria deed. Een soort van no-look bal. Een soort van Schwalbe 2.0 heeft uitgevonden. Lionel Messi met de knappe bal. Gelaten door Martinez. Er zat wel wat in. Messi, dan moet het snel gaan. Oeh, dat korte zwaar. Van Messi. Die uitvoering, dat is waar waanzinnig. Zo heeft er in Camp Nou meerdere gescoord natuurlijk. Daar zijn ze opnieuw en daar is de goal. Nu in de rol van aangever Lionel Messi. En Lautaro Martinez opent te scoren voor Argentinië. Dat is in 1 minuut tijd. Zelf niet scoren. En de bal is in de voeten van De Paul. Dan stoot naar de hoogte ver. Zal ze voor. Hallo, als. Goed, ja. Als Chiellini. Goed. Er is een versnelling in. Hier alleszins dan. Kon zich niet zo mager doorzetten. We zitten daar nog eens even heilig. Los Celso moet bereikt worden. Te krijgen. Op de borsthoogte getrapt. Romero, die is mee oprukt. En er blijven hangen is. Mensen. Knappe kap. De bal. Die wil een gekende naam voor de mensen die Italië bevolken op de EK. Messi, omdat combinatie betrokken wil worden. Hier is Messi opnieuw. Met Emerson voor zich, Lionel Messi. Kijk, dat is weer kant kijken. Ja, waarom niet? Nee, leveren erbij. Bij de baas. Zo gekend in zijn carrière als voetbal. De andere is West Ham. Hier is Messi. Er is. Oeh, dat was jammer. Quasiment plus rien à prouver. Donc voilà, les joueurs jouent à tête reposée. J'en ai pas bonne. Lautaro Martinez. Oh, et ça. Non. Die was zo bedoeld. De speler. Stel je voor, de jongens hebben dat. Oeh, Messi. Goed gedaan. Daar doorheen. Heel slim is dit. Oeh, katapultje. Daar, de tweede. Lees de bal. Geen buitenspel. En dan uitgezocht aan de tweede paal. Maar balverlies, we zitten bij Jorginho. Kijk, Messi stond te slapen, Jorginho. Zo maakt hij niet Martinez, die loopt buiten spel. Messi gaat trappen en Donnarumma. Dan weet je, hier te makkelijk balverlies, wordt ook niet gecoacht. Jorginho zijn die hem roept van let op, daar is iemand van Argentinië die eraan komt. En dan met zijn vijven die tegen. Di Maria, ondertussen overal te voetballen. Kijk eens. Oh. Wie heeft dat gezien? Messi, die kan in de... Argentijn. Er zat nog meer in als ze het uitgespeeld hadden, denk ik. Oh. Messi. Het is vandaag niet het geval. Goed, laten we erover zwijgen. Laten we gewoon genieten van nog 20 minuten voetbal. Dat is altijd lastig, hè? Wat was... Oh. Eén lichaamsbeweging van Messi. Om afhandig te gaan maken. Kijk hier, dit was de lichaamsbeweging van Messi. Ongelooflijk. Die Maria, opnieuw Messi. Of zelfs we willen hem wel hebben, dan kan het ook nog op links. Nu willen ze, ze moeten natuurlijk ook niet overdrijven. Maar Messi gaat nu ook wel proberen. Maar zelfs zo, Messi, oeh, ja, dan komt die wel een geld op de paal. Hij gunt het hem wellicht.
of niet? Nee, toch Messi. Een metertje of twee erover, denk ik. Het was niet echt van de aard. En daarnaast ook bij het jagen naar die bal. Dit is wel goed van Jorginho, wilde ik zeggen. Die jongens van het VAR-team. Moeten we nu proberen, een nieuwe aanval op te zetten. Kijk, tikken. Kijk, en dat valt dan ook mee natuurlijk. Hè. Molina die Messi bereikt. Martinez is mee, Molina is mee. En goed opzoeken. En dat doen ze bij deze Messi. Die zit er aan de rechterkant. Bij Molina. Zeer veel geld. Molina aan zijn zijde. Maar moeilijk te bereiken, want het is niet zo lang. Zijn balbehandeling en het slecht uitkwam. Hier is Lionel Messi. Oeh, en dan gaat hij er nog in. En dan staat het 0-3. Dit is toch ongelooflijk. Die ballen dan nog, ja, zeg. Messi die zich dood.